Au! Puta! Músico, né? Três. Escuta, meu! Uau! Que chique, irmão! Nee, jij? 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 Wat? Yes? Dat gerecht toen ook al hadden, maar dat... Waar wacht jij op? Goede openingszin is het halve werk. Jouw kapper is echt een master, weet je dat? Je haar zit gewoon altijd goed. Hey, ik zie ze gewoon steeds bij elkaar. Misschien is het wel zijn vriendinnetje. Leroy. Doet hij het of doet hij het niet? Ga je mee uitvragen? Ik vraag hem pas mee uit als ik zeker weet dat hij op jongens valt. Laten we anders van de week iets afspreken. Overzicht behouden. Oké, okay, dan doen we het zo. Ik moet wel een beetje zuinig zijn op mijn favoriete redactielid. Een interview voor de schoolkrant. Oké, zullen we dan maar beginnen? Oh, wacht. Moet jij niet even omkleden? Er wordt veel sport gedaan. Ja. Jij bent de beste interviewster van de hele school. Dat weet jij ook, kom op. Geloof in jezelf. Geef maar toe. Ik vind Maud gewoon heel erg leuk. Er is iets tussen gekomen en ik heb echt geen tijd meer voor ons interview. Vraag anders Nurjan. Je komt een hoop te weten als je een dagje in de kantine staat en goed oplet. Stiekem liefdes. Er is misschien een meisje op school. Een leuk meisje. Dank weet je wat je doet? Morgen is Sinterklaas, toch? Ja? Nou, dan ga je gewoon verrassen. Dat jij al mijn favoriete items hebt verkocht, ik kan er nog steeds niet over uit. Hoe vaak heb ik je nou al uitgelegd dat het bittere noodzaak was? Nee, waarom doe je dat dan niet aan? Dat is van gisteren. En? Ja, ze had dit gisteren ook al aan. Dat doet ze normaal nooit. Oh, daarom heb je ook hetzelfde aan als gisteren. Oh, verrek. Dat is inderdaad niks voor jou. Hoeveel nieuwe kledingsetjes moet Elsa voor een heel jaar aanschaffen als ze maximaal 2 dagen per maand hetzelfde kan dragen? Als jij op de kofferfoto staat, wil iedereen de schoolkrant lezen. Ik zou graag verschillende dingen willen proberen voor op de cover. En dat betekent? Dat je wat verschillende setjes moet meenemen naar de shoot. Dat kan toch wel? Kerstgala. Dat is toch superleuk? Ja. Oké, hoog tijd dat wij gaan shoppen. Ik weet alleen nog niet wat ik aanga. Al mijn toffe jurkjes zijn weg. Kijk, ik koop je hier wat leuks voor. Maar moet je echt niks tegen mama zeggen. Wauw. Laat eens zien. Wow. Oh, wat een bedrag. Ja. Oh, maar ja, dat maakt voor jou natuurlijk helemaal niet uit. Hè? Maar ik zou hem nemen als ik jou was. Ja. Ja, het is voor het schoolkrant. Ja. Is dit nieuws? Mijn moeder komt vandaag naar huis. Echt? Hoi, lieve. Heb je me zo gemist? Nou ja, ik ben wel blij dat je er bent, ja. En je gaat niet meer weg, toch? Denk je dat mama blijft? Kunnen we even praten? Ja, dat kan. Wat is er? Ga even zitten. Hey, luister, ik wil best rustig aandoen. Ik wil ook voorzichtig zijn, maar ik ben toch geen invalide. Je mag die troep niet. Is hij lastig? Hij is ziek, maar hij kan alles nog. Hij slaapt niet, maar dat heeft hij ook niet nodig. Ik kan niet blijven doen alsof er niks aan de hand is. Hij is me aan het beschermen, weet je? En dan gaat gewoon dood aan kanker. Ik ben gewoon bang dat het al veel eerder is dan hij zegt. Dylan moet wegens persoonlijke omstandigheden deze les missen. Wat is er aan de hand dan? Niks ernstigs, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik wil verder... Niks ernstigs? Jackie, ik denk niet dat dit het moment is. Ja, maar zijn opa gaat dood. Zo heb je tegen de hele klas verteld dat mijn opa kanker heeft. Hoe weet je dit eigenlijk? Denk jij nou echt dat hij nog met je wil praten? Hoezo zeg je zulke dingen over mijn opa? Heb je wel gevoel? Blijf uit mijn buurt gewoon. Ik doe het echt niet expres, hè, mam? Dat weet ik. Maar dat weet ze op school niet. Maar ik wil dat niet vertellen. En dat heb ik toch ook al gezegd. Het hoeft ook niet meteen. Maar denk erover na. Wat moet ik dan zeggen?
denk dat je dat wel weet. Ik wil jullie graag wat over mezelf laten zien. Ik heb laatst een beetje stom gedaan tegen Dylan. Maar dat had ik toen zelf niet door, omdat ik een beetje anders ben dan de meeste mensen. En daar heb ik een video over gemaakt die ik graag wil laten zien. Alsjeblieft, Caro, help ons. Ja, het is de eerste editie. En het is wel zo leuk als die er een beetje professioneel uitziet. We hebben trash thema voor de cover. Lekker dirty en rauw. Kijk je lekker uit. Ja, goed. Oké, hou dit vast even. Hé, is dat dan? Best aardig gelukt, hè? Mag ik eerlijk zijn? Ja, doe maar eens op de klem zitten. Caro, wat ben je aan het doen als ik vragen mag? Is het wel een goed idee dat ik meedoe straks? Die gasten spelen al super lang samen. Ik zeg toch, je hebt hartstikke veel talent, maar je moet gewoon even oefenen. Jongens, wat is dit? Waarom stoppen we? Ja, dit kan toch niet? Sorry, maar het is niet in de maat. Het is ook veel te langzaam. Oké. Als jij zo desperate bent om te oefenen, dan weet ik misschien wel iets. Kom. Ja. Heb je gemist laatst? Gemist? Ja, bij dansles. Waar ken je van? Basketbal. Hoe straag dat mee? Ik, Yes! Kijk eens, ik heb nog iets voor je. Een hoepel! Nou, altijd klaarstaan, hè? Kom even zitten. Ik wil even met je praten. Gaat het kerstfeest nou echt niet door? Ja, zoals ik al zei, het is misschien de mogelijkheid om iets kleins te organiseren. En wat nou als ik het doe? Maar ik kan niet in mijn eentje, dus ik hoop dat je daar misschien mee zou willen helpen. Je moet haar gewoon zeggen dat je haar leuk vindt. En als meisjes ergens van houden en onweerstaanbaar vinden, dan is het jongens met lef. Alleen maar te printen en dan zijn we klaar, toch? Oh, wat is dit? Ja, iets met eten? Ja, als dat mag. Dat gaat nu even via Noorian. Kennen jullie die? Hey. Hey. Ik wilde je nog wat vragen. Vind jij me leuk? Ik bedoel, voel je misschien wat meer voor me?